We noemen dus Lucas 23 en dan bij 33ste vers te beginnen. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij al daar. En de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei de Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. Ook de overste met hen beschimpt hem, zegde, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komen, de bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lastte hem, zegt, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraft hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mij dan als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, onze tijd omgezet dan 12:00 'smiddags. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem, zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren, om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde wederom slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. We zetten boven de prediking, Jezus gaat door de duisternis naar het licht. En dan zien we in de eerste plaats getekend als mens. En dat zien we dan in de woorden eigenlijk dat hij daar komt te hangen in de duisternis. Dat is ons bestaan. In de tweede plaats zien we hem als zoon. Als hij daar gaat vragen, bidden, Vader, dan bidt hij dat als zoon. En in de derde plaats zien we ook als de overwinnaar. Als blijkt dat niet de dood hem neemt, maar dat hij de dood over zich heen trekt. Dus Jezus gaat door de duisternis naar het licht. En dan zien we Jezus als mens, Jezus als zoon en Jezus als overwinnaar. Jezus gaat door de duisternis naar het licht. En dan zien we hem in de eerste plaats als mens, in de tweede plaats als zoon en in de derde plaats als een overwinnaar. Jongens en meisjes, vanavond ligt er iets voor ons in de tekst die er staat en die de wetenschap niet begrijpt, die de wereld niet begrijpt, hoe dat nou mogelijk geweest is. En wat is dat dan wel, dat heel eenvoudige wat er staat, dat de zon verduisterd werd. Hoe is dat mogelijk geweest? Er kon geen zonsverduistering zijn.
Dat heeft men ook al berekend. En dan kan het wel eens zijn dat er dan een sprinkhanen, een groep sprinkhanen voorbij kwam, een zwerm sprinkhanen. Dan kon het ook wel eens donker worden, maar dat was maar even. En dan kwam wel eens een donkere wolk, en dat kennen wij natuurlijk ook wel, voor de zon heen trekken, maar dan is het niet totaal duister. Hoe is het dan mogelijk geweest? Maar jongens en meisjes, de wetenschap begint op een verkeerde plek. De wetenschap gaat ervan uit dat zonder de zon er geen licht is. Dat er zonder de zon geen leven is. Maar nou, om te begrijpen wat hier gebeurt, is het goed om heel even denken aan Genesis 1. Want wat was er nou eerder? En ik denk best dat jullie dat weten. Het licht of de zon? Het licht, hè? Het licht. God, enkel licht. Dus het licht komt niet van de zon, het licht komt van God vandaan. En wat is er hier dan aan de hand? Wel, dan zou ik proberen met een heel eenvoudig beeldje dat wat duidelijk te maken. Jij loopt door een donkere steegje heen en daar staan wat huizen aan. En bij 1, 2 van die huizen, daar hebben ze het licht branden in de gang en de voordeur staat open. Dan zie je waar je loopt, hè. Er is licht. Maar dan gaat die voordeur dicht. Is het aardedonker. En dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. God enkel licht, maar als daar de Jezus dan hangt en hij wordt als dat offer gebracht voor de zonde van jou en van mij. Wat gaat God dan doen? Met eerbied gezegd doet God de deur dicht. Dus er komt geen licht meer van God vandaan. God gaat zich verbergen voor de Heer Jezus. Hij kan de Heer Jezus niet meer aanzien, want die is beladen met zonde en met schuld. Nee, niet van hemzelf, maar van jou, van mij, van degene die hem nodig hebben gekregen. En als God zijn aangezicht verbergt, als God de deur dicht doet, dan wordt het aardedonker. Dan valt er geen licht meer van God op de zon. En dan straalt er van de zon geen licht meer op de maan en de sterren, maar dan wordt het aardedonker. God enkel licht. En dat zal straks ook weer zijn. Als de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. Wat staat er dan wat er gaat verdwijnen? Eigenlijk de omgekeerde volgorde van de schepping. En de zon en de maan en de sterren, de elementen zullen brandende vergaan. Dan zal er geen zon meer zijn. Zal het een aarde donker worden? Nee. Want God zal er licht zijn. Dan zal God, zeg maar, de aarde bestralen, de aarde verwarmen. En dan zullen er ook gewoon, wat er ook staat, bomen kunnen groeien. De boom des levens. Elke maand zijn vrucht, zie je. Dus dat moet je vasthouden, dat als hier dan Lucas, dat was een arts. Die man die heeft heel nauwkeurig, zoals hij dat bij zijn patiënt ook gedaan heeft, heel nauwkeurig de diagnose gesteld. Wat is de oorzaak? Wat is er aan de hand? En dan is het dat hij zo heel fijn met een paar woorden heeft opgetekend. En dat hier dan hij dat accent ook zo legt in die 2 versen. Want gemeente, dat ziet u straks, een heleboel woorden haalt Lucas niet aan. Maar dat hij die accenten legt bij die 2 elementen. God verbergt zijn aangezicht en het wordt duisternis. Opdat door dat werk van Christus straks de deuren wagenwijd zullen opengaan. En dat daar dat licht weer zal zijn dat straalt.
En daarom, jongens en meisjes, nou de vraag, heb je de Heer Jezus nodig gekregen? Heb je hem nodig gekregen als degene die jouw licht is? Die je voor wil gaan? Die je de weg wil wijzen? Die je doet zien op de Heer Jezus Christus dat hij voor alles betaald heeft? Heb je nou de Heer Jezus nodig gekregen? Is dat ook je gebed? We zeiden het al, de Heer Jezus bad dat avondgebed uit die 31ste psalm. Maar is het ook dat we 's avonds mogen bidden, Heere, geef mij een nieuw hart. Geef mij een hart wat naar u mag uitgaan, wat u mag liefhebben, u mag volgen. Zou je erom bidden? Want lieve kinderen, als we dat niet doen, hè, dan zal er straks ook wat gebeuren. Dan zal het straks duister worden. Als we buiten de Heer Jezus zullen sterven, dan wordt het duister. Dan kan God ons niet meer aanzien en dan wil God ons niet meer aanzien. En daarom zegt hij, de deur staat nog open. Vraag naar de Heer Jezus. Volg de Heer Jezus. Verwacht het van de Heer Jezus. Gemeente, we kijken naar die paar versen van Lucas. We zeiden het net al. Als u naar die andere woorden kijkt die u dan bij de andere evangelisten vindt. En waar hij dan bidt voor de zijne, vergeef het hun. Vrouw, zie uw zoon. Waar die spreekt tot de moordenaar enzovoort, noemt u maar op. Dat is eigenlijk wat hier... Al van de moordenaar dan wel. Ik moet zeggen, mijn dorst. En het is volbracht, die kernwoorden die we bij de andere evangelisten dan vinden. Dan is het dat u dat bij de Heer Jezus niet vindt. Hij is dat hij gelijk heel nadrukkelijk die twee elementen, die belangrijke elementen. We zouden kunnen zeggen het scharnierpunt dat hij die hier naar voren brengt. En dat hij daarom ook die twee versen zo heel nauw aan laat sluiten. En dat hij dat niet laat onderbreken door al dat andere wat er geweest is. Want hier is het dat Lucas dat hij gevoeld heeft. Hier ligt eigenlijk de kern van de zaak. Want als hij dan nadrukkelijk spreekt dat de duisternis komt. Gemeente, dan tekent hij daar ons bestaan. Hij is gekomen in de nederste delen der aarde. Hij is in de duisternis van ons bestaan gekomen omdat God voor ons de deur heeft moeten dichtdoen. En dat weten we. Er staat al met wat andere woorden opgetekend van het paradijs en de hekken enzovoort, noemt u maar op. Maar het wordt zo nadrukkelijk zichtbaar gemaakt door God als we even naar de tempel kijken. Een tempel, dat is toch het beeld wat er dan staat dat Mozes gemaakt heeft als een afschaduwing van de hemel. Dus als u de tempel als het ware rechtop zet, dan krijgt u afschaduwing. Wat is er dan voor in het eerste, dat voorhof, dat brandofferaltaar? En dat er eerst een offer voor de zonde en de schuld gebracht moet worden voordat een priester, nee wij niet... Voordat een priester zou kunnen ingaan in het heilige, om daar dat reukwerkaltaar aan te steken door de kooltjes zeg maar, van het brandofferaltaar, moet eens verzoening geweest zijn. Buiten de verzoening is er geen toegang tot het heilige. En als dat gebeurd is, dan is het dat de hoge priester één keer per jaar in mag gaan met het bloed van het lam in het heilige der heiligen en in de dagen van de Heer Jezus, om daar op die steen die in dat heilige der heiligen ligt, het bloed te sprenkelen. En zo is het dat dan dat getekend wordt dat tussen God en ons twee deuren zitten, die gordijnen weet u wel, waar zometeen ook van gesproken wordt. Dus God kan niet komen tot zijn schepsel.
Want schepsel heeft het verbeurd, verzondigd. Heeft hem van de troon willen stoten. Dus dat is die eerste deur. Maar ook die andere deur van het schepsel vandaan naar de schepper toe, daar is die andere deur. Zeker, het is wel dat dan een priester of een hoge priester in kan gaan, maar niet één mens, want zou die proberen in te gaan om het gordijn iets aan de kant te schuiven en in dat heilige in te treden, dan zal die, voordat hij dat kan doen, door het vuur vanuit de hemel verteerd worden. Denken we aan de zonen van Aaron. En daarom, gemeente, als hier dan staat dat hier de zon werd verduisterd, dan is dat een teken dat dat ziet op hem die daar plaatsvervangend aan dat kruishout hangt. Jezus Barabbas. Maar de Vader heeft hem verlaten. De Vader gaat hier de deur voor de zoon sluiten. Daar waar hij voor die tijd tijdens zo'n rondwandeling elke keer weer was, en dat hij daar in het verborgen het aangezicht van zijn Vader zocht. Dan gaat de Vader nou zijn aangezicht verbergen. Hij wil de Zoon niet meer aanzien. En daarom wordt het duister. Dan is het dat God het aangezicht voor hem verbergt. En hoe komt het dan? Was het dan zo verkeerd afgelopen met hem? Zijn er dan toch dingen geweest die God wist en wij niet? Nee. Maar hij hangt hier in u. In jou en in mijn plaats. God moet zijn aangezicht voor ons verbergen. En wij verkeren in een wezen in de duisternis. Met de doop hoort u het ook zo vaak. Dat hebben de kinderen dan denk ik nog wel een keer gehoord. Dat papa en mama dat van jullie gezegd hebben. Mijn vader en moeder hebben dat voor mij ook gezegd. Allerhande lettigheid, de verdoemenis onderworpen. We gaan niet verloren. Er zijn van die mensen die zijn druk bezig omdat ze denken, dan hebben we nog een kansie. Nou, die liggen achter de deur. Achter dat hek. We gaan niet verloren, we liggen verloren. We hebben bij stilgestaan, we liggen verloren. En dan is het dat dat ons bestaan is. De deur zit dicht. En dan is het dat rijke, dat heerlijke. Dat nou Christus gekomen is om aan al de eisen van God te voldoen. Maar ook om uiteindelijk de toren van God te stillen. Vandaar, en dat staat bij Lucas niet, maar daar dat aan de, een van de andere evangelisten het ook zegt niet. Mijn vader, waarom hebt ge me verlaten? Want daar hangt hij nou plaatsvervangend in die duisternis. Van God verlaten, drie ene God verlaten. Hij hangt hier als mens, waarachtig mens. Ja, uitgenomen de zonde, maar nu wel beladen met de zonde. En daarom is dat God hem verlaat. En daarom hebben we dat accent ook gezegd, dan moeten we het in de gaten hebben, dat Jezus hier hangt als mens. In zijn menselijke natuur. Nee, zijn goddelijke natuur wordt niet gekruist en zijn goddelijke natuur sterft hier niet. Maar zijn menselijke natuur, in onze plaats, ik voor u, dat je anders de eeuwige dood verdiend hebt. En dat is dat die Lucas, die heidense arts, die bij de afgoden geleefd heeft, nu dat wonder is gaan verstaan en daarom zo heel fijn met een paar woorden optekent. En de zoon werd verduisterd. Maar er gebeurt er nog iets opmerkelijks. Als we natuurlijk naar de andere evangelisten kijken, dan ziet u bij de andere evangelisten dat er eerst nog meer dingen gebeurd zijn. En dat er bijvoorbeeld staat dat als Jezus zegt, het is volbracht, begreep vanmorgen, is dat bij stilgestaan. Dat als je dat gezegd hebt, dan scheurt het voorhangsel. Dan pas. Dan scheurt het voorhangsel. Dus dat is om 3:00 smiddags, 9:00, zoals Lucas dat noemt. En toch heeft Lucas zo heel fijn deze twee dingen, de duisternis. En als het ware dat licht
want de deur gaat open, heeft hij dan ook bij elkaar gebracht. Daar heeft Lucas niets tussen willen laten zitten. Lucas wil heel nadrukkelijk laten horen dat wat Jezus doet voor ons, opdat wij zullen verkrijgen wat Jezus had. Ik voor u. En vandaar dat er staat, en de zon werd verduisterd. Dat heeft hij dan wel van tevoren in dat 44e vers gezet, dat er nog wel 3 uur tussen zit. Maar dat laat Lucas er even helemaal bij uit. Hij zegt, hier gaat het gebeuren. God die doet de deur voor de doom dicht. En aan de andere kant zet hij de deur open. En het voorhangsel van de tempel scheurde. Welk voorhangsel? Ik houd er maar op beide. Er wordt over gefilosofeerd, over het voorhangsel tussen het voorhof en het heilige. Daarom hebben mensen het kunnen zien. En anderen zeggen nee, tussen het heilige en het heilige der heiligen. Daarom hebben mensen het niet gezien en kon de tempeldienst gewoon doorgaan. Als ze dat weer aan elkaar genaaid hebben. Lieve mensen, ik houd het erop dat het voorhang, zo welk het is geopend, er is geopend de deur gekomen. God gooit de deuren wagenwijd open, opdat daar het licht van zijn goddelijk aangezicht de mens zal beschijnen. Dat het hier laat zien dat wij niet in die duisternis hoeven te leven en in de duisternis hoeven onder te gaan, maar dat hij het licht bereid heeft die in onze duisternis wilde hangen. Dat hij dat licht bereid heeft opdat we voor ons dat licht van Gods vriendelijk aangezicht gekend zou mogen worden. En ik hoop dat u wel begrijpt, dat gaat niet buiten Christus om. Buiten Christus om is dat er niet. Ik kom op huisbezoek als Bregen, dan kom je van die mensen die zeggen, ja, dominee, we hebben toch een Bijbel vol beloften. En dan zeg ik, nou en? Nou en? Ja, nou en? Is dat dan niks? Ja, het is heel wat, dat is waar. Maar wat wilt u er nou mee zeggen? Nou, dat ik die Bijbel vol belofte heb, dan hou ik maar voor. Er is een Bijbel vol belofte en dan ga ik me rustig verder en dan kan ik straks sterven. Nou, ik zal het er maar niet op aan laten komen. Waarom niet? Wel, Gods beloften zijn alleen maar ja en amen in Christus, dat weet u ook, hè? Alleen in Christus. Buiten Christus is God een verterend vuur, hoor. We kunnen nog zo vaak zeggen dat we een lieve God hebben en een lieve Jezus. Maar buiten Christus is God een verterend vuur. Alleen in Christus is hij een langmoedig, barmhartig vader. In Christus laat hij zijn licht schijnen. In Christus is het ook dat de beloften ja en amen zijn. Dat is de rijkdom. Daarom kan het nooit buiten Christus. En daarom is het ook dat het ons elke keer weer gepredikt wordt, dat wat hij gedaan heeft en wat Lucas zo aangevoeld heeft. Onze duisternis werd de zijne en zijn licht werd ons licht. De gesloten deur voor hem, opdat er voor ons een geopende deur zou zijn. Dus daarom is het in eerste plaats dat hij hier hangt. Als mens, onze plaats, plaatsvervangend. Kijkt u erna, ziet u zelf hangen. En heeft u toen tegen u ook al gezegd, heeft het uw hart mogen verblijden. Ik voor u. Dan is er leven, dan is er licht, dan is er toekomst. Dan zijn er geopende deuren. Omdat die vrije toegang er elke keer weer mag zijn om tot de Vader te gaan. Daarna ziet u het ook gebeuren dat u ook mag gaan spreken van Vader. Want hierna is het dan, dat wil Lucas dan ook aangeven, die 9e uren, die 3 uur 's middags aangebroken. Als u al die 3 uren in ons bestaan, in onze donkerheid, duisternis, in die Godverlatenheid gehangen heeft, dan is het ook dat hij weer mag horen, Vader. Vader. Is dan Vader geen Vader gebleven? Elke keer hebt u hem weer horen zeggen, Vader, vergeef het hun,
Vader, ook hier weer. Alleen toen hij daar die rampzaligheid, die Godverlatenheid, die duisternis in moest zinken. En dat zijn geest het gevoelde dat de deur dicht zat. En dat hij de prijs moest betalen aan wie? Aan God. Moet u ook vasthouden hoor. Het is een ene God. Als u met Christus verzoend bent, bent u met God verzoend hoor. Er wordt nog wel eens wat anders over gedacht. Ik ben ook zo'n vrouw tegengekomen. Ze mocht aan de tafel maar gaan. Ik zeg, fijn mensje, dan kan je sterven. Oh nee, nee dominee, hoe kun je dat nou zeggen? Ik zeg, nee. Nee, ik ben met Jezus wel verzoend. Ik moet met de Vader ook verzoend worden. Dus er moet nog heel wat gebeuren. Ik zie je met een ketter. Want je maakt een drie goden leer. Drie goden. Het staat niet dat God bestaat uit drie personen. Dan moet er drie hebben. Hè? Zoals jullie, drie naast elkaar zo. Drie. Maar hij bestaat in drie personen, zegt onze catechismus ook zo heerlijk. En dan mag ik het weten dat toen hij van God verlaten werd, omdat ik van God verlaten ben vanwege mijn schuld. En dat nou de deur open gegaan is. En dat daar een barmhartig God als een barmhartig vader, dat zegt hij ook om ons mensen, want anders begrijpen we het toch niet. Als een barmhartig, langmoedig vader is. En dat is dan ook voor Christus. Dan is hier die duisternis geweken. En dan mag hij het zeggen, wat dan? Ja, vader is vader gebleven. Maar dat hij nou weer de zoon mag zijn. Ook dat bedoel wel, misschien het gemakkelijkst even duidelijk te maken, dan begrijpen dat kinderen ook, want jullie kennen allemaal de gelijkenis van die verloren zoon, weten jullie wel. Nou, hè, die zag het in de wereld zitten, pa, geef me een zak met geld, ga de wereld in. En van het leven genieten, feestje op feestje, drank op drank, drugs op drugs, totdat je in de goot ligt. Dat is de wereld, hè. Moeten jullie niet vergeten, dat is de wereld hoor. Ze maken net zo lang plezier met je totdat je niks meer hebt. En dan schop je in de goot. Ben je uitgerageerd. En wat zegt hij dan ook? Ik zal eens gaan vragen of vader nog mijn vader wil worden. Wel nee. Vader is vader gebleven. Zijn er hier maar ook wel onder jullie misschien eens een keer thuis behoorlijk boos geworden zijn en gezegd, ik ga de deur uit. Ik ga op mezelf wonen. Komt er wel achter. Maar blijft vader dan geen vader meer en moeder geen moeder meer? Jawel, maar wat dan? Want die verloren zoon die had het begrepen. Hè? Die zegt, ik ben niet meer waardig kind genaamd te worden. En dat gemeente, dat is wat ook hierin doorklinkt. Vader is al vader gebleven, maar Jezus gevoelde dat hij met die zonde beladen van u, van jou, van mij, niet meer waardig was kind genaamd te worden. Dat is wat. Niet de vader vergeet, speelt het vaderschap, maar de zoon, het kind, speelt het kindschap. Maar als hij nou die prijs betaald heeft, als dan nou die verzoening aangebracht is. Als nu de deuren wagenwijd opengaan, dan mag hij het ook weer zeggen. Vader, vader. Hier is dat verloren kind met die schuld beladen. Maar dat is nou alles weggedragen. Hier komt hij nu weer als de zoon tevoorschijn. Hier mag hij weer als de zoon tot de vader naderen. Hier mag hij weer als de zoon gaan pleiten op het werk van de vader. O gemeente, wat staat het rijk? Niet mijn God. Waarom, waarom, waarom? Maar die vader, net als in die verloren, bij die verloren zoon, vader. Hij mag weer tot vader gaan, hij kan weer tot vader gaan, want hij weet dat vader de deur geopend heeft. Kijk, die verloren zoon moest dat eerst nog ervaren, want de vader moest hem eerst weer omkleden, want hij stonk naar de varkens. Hij was zo onrein als ik weet niet wat.
En voor de Joodse begrippen toen. Dus hij moest eerst opnieuw gekleed worden. Een ring aan de vingers en een schoen aan de voeten. En toen werd hij door de deur binnengebracht in het vaderhuis. Maar hier is het gelijk dat Christus mag weten. Doordat de duisternis wijkt. Doordat de deur geopend wordt. Doordat vader zijn vriendelijk aangezicht weer betoont. Dat vader de zoon weer aanziet. De zoon is hier weer de zoon. De zoon is die straks inderdaad ook weer tot vader kan gaan. En weten dat vader naar hem hoort waar het voor die tijd niet was. Vader luistert niet meer, begon in de hof van Gethsemane. Het was niet voor niks dat hij droppelend bloed zweette. Want toen liet de vader het al zien, ik wil niks meer mee te maken hebben. Weet je wat? Ja, een engel kwam er nog even. Maar dat maakt het lijden des te zwaarder, want daardoor wist hij dat... Hij had zijn zoonschap verspild. Hij was niet meer waardig zoon genaamd te worden. Nee, niet vanwege zichzelf, nogmaals. Vanwege ons. Vanwege ons. Onze schuld, onze zonde. En noemt u maar op. En nu krijgt hij ook dat zoonschap weer terug. Vader, vader. Hier is het dat hij het voluit mag uitroepen. Hier mag hij het uitroepen als nou aan alles betaald is, als de rekening, als het ware, ondertekend is met de woorden voldaan, volbracht. Dan is het dat vader niets meer kan eisen. Want dan al zijn eisen is nu voldaan en de schuld betaald, de rekening vereffend. En daarom kan er geen gesloten deur meer zijn, maar is het dat de deuren wagenwijd opengaan. Omdat we in Christus straks daardoor ook naar binnen zullen gaan. Daarom nogmaals, een geopende deur alleen in Christus, zegt de 118e psalm niet zo mooi. Daardoor zal het gerechtvaardigde volk binnengaan. Dat gerechtvaardige volk gerechtvaardigd door hem. Gerechtvaardigd door zijn werk. Gerechtvaardigd door de schuld die hij betaald heeft. En dan zal dat de toekomst zijn. Is jouw toekomst al geworden? Mag u het zeggen? Kun jij het zeggen? Hij heeft voor mij de prijs betaald. Er is geen schuld meer bij God. Ik heb het naar de kinderen wel eens heel eenvoudig vergeleken. Er staat natuurlijk in Openbaring dat de boeken worden geopend. En dan gaat God voorlezen wat je in je leven gedaan hebt. Dan begint hij bij je geboorte. En dan gaat hij maar door. Toen dat gedaan, toen je 2 was, dat gedaan. Toen je 4 was, dat gedaan. Toen je 12 was, dat gedaan. Toen je 6. En ga maar door. Bladzijde naar bladzijde. En dat ik nou de Heer Jezus mag kennen. En dat ik nou weet dat Hij voor mij betaald heeft. Hoe ziet het er dan uit? Zo. Zo. Hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat al die ongerechtigheden die opgetekend staan, dat die nou weg zijn? Wel door zijn bloed. Alles weggewist door het bloed. God heeft niets meer op me tegen. En daar is hij nou in voorgegaan om te gaan naar zijn vader. En daarin zijn hele kerk van alle eeuwen daarin mee te nemen. Om zich daar aan de vader voor te stellen en het te laten horen. Ik heb de prijs betaald. Ik heb overwonnen. De kop van Satan vermorzeld. Ik ben staande gebleven in de verzoekingen. En ik ben staande gebleven om uw eer te zoeken. Ook al moest ik in die duisternis wegzinken. Maar waar nou de deur open gegaan is. En dat hij daar als de zoon dan komt voor vader. Om daarin mee te nemen alles wat hij voor de zijnen verworven heeft. Want voor hemzelf hoeft het niet. Voor hemzelf hoeft het niet. Dat geloof ik in de consistorie even over. Het is voleindigd en volbracht.
Toen de Heer in Jezus in het hoge priester werd, was er vanmorgen, dan ging het over, ja, vanmorgen. Dat het is voleindigd. Ik heb toen wel eens aan de kinderen gevraagd, als de Heer Jezus toen in de hemel gevaren was, want hij had gedaan wat wij moesten doen, dat had hij gedaan. Mooi, hè? Hij heeft de wet gehouden, ik draag uw wet in het binnenste ingewand. Hij heeft alles gedaan wat in die wet staat. God lief gehad boven alles, daarnaast als zichzelf. En als hij nou ten hemel gevaren zou zijn, hoeveel zouden er in de hemel dan zijn? Hoe denk je? Eentje. Alleen de Heer Jezus. En Mozes moest eruit, en Elia moest eruit, en Abraham, de vader der gelovigen, moest eruit. Maar de Heer Jezus was juist gekomen dat voor zulke een hemel zal zijn. Of dat hij straks met de zijnen zal zijn. En daarom is hij verder gegaan, en daarom is hij deze weg gegaan. Omdat ze straks met hem zullen zijn. Vader, hier ben ik en degene die gij mij gegeven hebt. Staat toch in dat hoge priestelijk gebed. Daarom heeft hij dat werk gedaan. Voor u, voor jou, voor mij. Omdat we zalig kunnen worden. En daartoe is het als hij zichzelf daar geeft in die menselijke natuur. Neemt hij daar al de zijnen mee. En dat is onze laatste gedachte. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat is dat dan wat er staat? Want daarna staat er nog een keer, als hij dat gezegd, dat gaf hij de geest. O gemeente, Christus gaat hier de weg van een mens. En als een mens sterft, dan is het zoals Salomo zegt, dan gaat zijn geest tot God die hem gegeven heeft. En dan zal hij aan God rekenschap moeten afleggen van al datgene wat hij wel of niet gedaan heeft. En de ziel en het lichaam gaat in de schoot der aarde waar het uit gekomen is. Dat geldt ook, daarom moest de Heer Jezus, ondanks het feit dat hij alles volbracht heeft, ook nog in de schoot der aarde. Niet om van verderfelijkheid onverderfelijkheid aan te doen. En van sterfelijkheid onsterfelijkheid. Want dat graf van hem heeft niet gestonken zoals dat graf van Lazarus en van ons dat zal zijn. Maar hij gaat de weg van de mens. Dat moet hij constant vasthouden. Plaatsvervangend als mens in ons bestaan. En wat is het dan? Dan beveel ik mijn geest. Wel, heel eenvoudig, dat woordje geest wat hier staat, is eigenlijk het woordje geest zoals we dat in het Oude Testament tegenkomen. Dat kan wel eens wat verwarrend zijn. En die Jehovah-getuigen hebben gemeend om een slimme manier daar misbruik van te maken. Want ze zijn daar listig hoor, hou ze in de gaten. Ze zijn gehersenspoeltestakkers. Maar als je dan zegt dat ze, ja, maar een mens heeft een ziel en de dieren hebben geen ziel. Dan zeg je, ah, daar heb je ze. Heb je ze gelijk. Ze komen met gelijk een hele rij tekst aanzetten. Want dan zegt ze, staat in het Oude Testament dat de dieren ook levende zielen zijn. En dat verdronken is al waar een levende ziel in was. Dus u zegt dat dieren geen ziel hebben, nou dan kent u uw Bijbel niet. Moet u het Oude Testament bekijken, daar staat het nadrukkelijk, dieren hebben een ziel. Ja, dat klopt. Maar we moeten onderscheid maken tussen het woordje ziel, zoals wij dat noemen, van het Nieuwe Testament. En het woordje geest in het Oude Testament en het woordje ziel. Ziel is in het Oude Testament leven. Een levende ziel. Dat is het leven. Maar de geest is de adem Gods. En waarmee het beeld godsaming wat in de neusgaat alleen van een mens gekomen is. Wij zijn mensen met een geest. Laat ik dat woord nou even gebruiken in plaats van ziel. Waarin we ons onderscheiden van de dieren, maar ook van de engelen. Ook van de engelen. Kinderen moet je goed onthouden,
Een dier heeft een lichaam. Daarom gaat hij dood. Een engel heeft alleen maar een geest. Een ziel. Daarom moet hij ook levende geesten zijn. Ze hebben geen lichaam. Maar het kroonjuweel van de schepping is de mens, want hij heeft lichaam en geest. Lichaam en ziel, beide. En dan gaat Christus de weg van de mens. En dan staat er hier, en hij beveelt mijn geest, dat is om dat woord dan maar te gebruiken, ons woord. Hij beveelt daar zijn ziel. Onze ziel die of naar de hemel gaat of, het is haast erg om het te zeggen, naar de hel. Die ziel, dat is het eerste. In uw handen beveel ik mijn geest. En daarin neemt hij gelijkertijd al de zijnde mee. Vader, hier ben ik met ze, al die zielen, al die geesten. En dan mag hij met de Vader zeggen, ik heb voleindigd en ik heb volbracht. En dat tweede woordje geest wat hier dan staat is de adem. Heel simpel, als een mens sterft, dan zeggen we, hij heeft de laatste adem uitgeblazen. Ja. En de mens probeert de laatste adem zo lang mogelijk vast te houden, of liever gezegd dat lichaam. Want de dood hoorde er niet bij. Dat zegt de wereld ook, dat fluistert de duivel ook. Nou ja, mensen zijn geboren om te sterven, leugenaar. De mens is geboren om te leven. En de dood is erbij gekomen, het hoort er niet bij. Zie, het rijk van de natuur kruipt weg. Dood hoort er niet bij. En daarom is het ook zo'n troost, van als we de Heer mogen kennen, dat dan ook de apostel zegt, dan ga je niet dood, want dat wil zeggen van God gescheiden te zijn, dan is er geen God. De tweede dood. En dan is het ook niet dat we sterven, maar ontslapen, daar ligt troost in, hè. Gods kinderen ontslapen. Ik wou dat het wel eens meer mocht doorklinken, de rouwadvertenties in de Heere ontslapen. Dat is een getuigenis dat we mogen weten geborgen te zijn in die doorboorde handen van Hem. En dat ik ontslaap, mijn lichaam moet weliswaar vernieuwd worden, gelijkvormig te worden aan dat verheerlijk lichaam van Hem. Maar mijn geest, mijn ziel is terstond met Hem. Net als die moordenaar. Dan ben ik gelijk thuis. Ja, zeker, dan ga ik ook weer verlangen naar het feit dat ik mens mag zijn. Hoe bedoelt u? Wel, er staat in de Bijbel, dan zullen we een weinig tijd zijn als de engelen. Die hebben alleen maar een geest. En Gods kinderen die ontslapen zijn, verkeren nu nog in de hemel als een engel, als een geest. En vandaar dat in Openbaring staat dat ze ook bidden, hoe lang nog, hoe lang. Waar zien ze dan uit? Wel, met hun lichaam verenigd te worden om als mens voor God te staan, om als mens God groter te maken. Om met lichaam en ziel Hem te verheerlijken op die nieuwe aarde waarop de gerechtigheid zal wonen. En waar de bruidegom met zijn bruidskerk altijd zal verkeren. En daarom zo is het dat hij staat dan is het dat hij de geest, let u op, geeft. Hij geeft de geest. Hij beveelt zijn ziel in de handen op grond van zijn verdiensten. Vader, ik heb gedaan wat u vroeg. Het is volbracht. Eigenlijk staat in het Grieks een woordje wat meer zegt van, ik vertrouw mijn geest in uw handen. Opdat ze in die handen bewaard mogen worden. Totdat het straks ook weer verenigd wordt met dat lichaam. Dat ook het graf in moet. En dan is dat de dood hem grijpt.
dat gebeurt met ons. Je kan de dood niet ontlopen. Hij strekt zijn klauwen naar je uit, hij grijpt je. Ontkomen we geen van allen aan, tenzij... Dat was ook zo mooi, ik zei het ook een keer tegen de kinderen zo. Dan ontkomen we geen van allen aan. Er was een meisje van 4 die zei tegen me, dominee, het is niet waar wat u zegt. Ik zei, waarom niet? Wel, er staat op, als de Heer Jezus wederkomt, degene die dan leven zullen niet sterven. Dat is waar. Dat is ook waar. Maar normaal gesproken zullen we zoals hier zitten, tenzij dat hij voor die tijd komt, dan zullen we toch moeten sterven. Dan grijpt de dood ons en je kan het niet ontlopen. Je probeert zo lang mogelijk, je lichaam probeert zo lang mogelijk overeind te blijven. En tenslotte, als de dood je grijpt, dan valt je hoofd naar voren. Bij Jezus anders. De dood grijpt Jezus niet, maar Jezus grijpt de dood. Jezus staat dan in een van de andere evangeliën en hij buigt zijn hoofd. Nee, dood, dat doe jij niet, dat doe ik. Als de overwinnaar. En dan geeft hij de geest. De dood kon hem niet grijpen. De dood had geen heerschappij op hem. En straks heeft ook het graf en de hel geen heerschappij over hem. Dan heeft hij alles overwonnen. En vandaar dat het hier ook door Lucas zo prachtig, zo bij elkaar, weet u wel. Hij gaat mijn duisternis in en dan gaan de deuren voor mij open. En dan is het dat daar vader weer naar dat kind omziet. En dat hij nou voor mij ook de macht heeft over die dood waar ik zo tegenop kan zien, dat sterven. Zo tegenop kan zien. Ook Gods kinderen kunnen er nog tegenop zien, want Paulus zegt, het is de laatste vijand die er niet gedaan moet worden, is waar. We weten niet hoe het zal zijn, er zijn Gods kinderen die... kunnen soms nog in de donkerheid sterven. Ze komen wel thuis hoor, ze komen thuis. Maar dan kunnen nog die omstandigheden, die bestrijdingen zijn. We begrijpen soms Gods wegen niet. Straks, als ze dan thuis zijn, dan zeggen ze, heren, nou begrijp ik het. U hebt zich niet vergist. Maar hier is het dan, en dat hij dan laat zien. Ik heb de overwinning behaald. Niet de hel, niet de duivel, niet de dood heeft het meer voor het zeggen. Maar waarom moeten dan nog Gods kinderen sterven? Wel, we zeiden het straks al. Zodra u één plant met hem geworden bent, dan is de ziel vernieuwd. Dat noemen we dan die nieuwe mens, weet u wel. Dan heeft de duivel geen heerschappij meer over de zonde. Die kunnen ze geen verkeerde dingen doen, jawel. Omdat ze nog ook in het vlees zijn. Dat onheilig, onreine vlees, daarom dat de Heer tegen Petrus moest zeggen op die berg ter verheerlijking, laten we hier maar blijven, 3 tabernaken bouwen. Je weet niet wat je zegt, joh. Je zit nog in die wereld vol zonde, vol schuld, voor die duivel die er rondgaat als een briesende leeuw. En die voordat je het weet, ook weer in zijn greep heeft. En dan gaat er weer verkeerde woorden zijn en verkeerde daden doen. Nou ja, het is bij Petrus ook bekend. Maar dan is het dat... de ziel thuis is, dan gaat het nieuwe leven hier. En dan gaan we strijden tegen de zonde. Dan gaan we de zonde haten en vlieden. Al is het dan nog 1000 keer erin vallen, dan mag ik nogthans weten. Hij heeft ze weggedragen. Maar dat lichaam moet ook nog vernieuwd worden. Daar is het graf voor. Dat moet ook van die verderfelijkheid, onverderfelijkheid aandoen. Sterfelijkheid, onsterfelijkheid. Maarten Luther zei het zo prachtig. Als ik dan in mijn kist lig en mijn lichaam is daar in de schoot der aarde weer toevertrouwd. En dan is het dat ik geen ogen heb, maar toch zie ik hem. Ik heb geen oren, toch hoor ik hem. Ik heb geen mond, toch zing ik van hem. En dan op die jongste dag zal die op mijn kist kloppen en dan zal dit zeggen, Maarten Luther, kom uit. En dan zal ik gelijkvormig zijn aan dat verheerlijk lichaam van hem. Kijk, daar gaat het heen. En dat heeft Lucas zo begrepen.
dan neemt hij ons als het ware in de gedachten mee. Kijk, ik heb alles verbracht om ook uw naam in mijn handpalmen gegraveerd. Staat die erin? Staat jouw naam erin? Om die aan de Vader voor te houden. Hier ben ik. En degene die gij mij gegeven hebt, oh, daarbuiten, moet ik het u zeggen, nee toch. Daarbuiten is toch de dood. Daarbuiten is de ondergang. Daarbuiten is de toren, dat hoef ik het toch niet te zeggen. Hij is gekomen juist om dat weg te dragen. Kunt u dan zonder hem verder? Zult u hem dan niet in alle dingen nodig gekregen hebben? Is er dan werkelijk geen heilig verlangen en begeerte om één plant met hem te zijn in de toekomst die ons voorgesteld is, hier te mogen ontvangen? Dan moet je wel erg hard zijn. Maar roep hem aan, het is genadetijd. De deuren staan wijgewijd open, echt waar. Maar het is net als met de ark van Noach, het grootste beest kon er binnen. Maar als God de deur gaat sluiten, dan kan er geen vlieg meer, geen flow meer naar binnen toe. En moeten we dan als de dwaze maagden buiten staan kloppen? Of hebben we hier mogen leren kennen, vervuld met zijn liefde en zijn wijsheid, om dan eenmaal in te gaan? Amen.